Nee, dat vind ik, nee, dat vind ik helemaal geen leuk grapje. Dat gaan we niet doen. Achter, dat vind ik grappig. Ja. Zo. Mijn nekje. Mijn nek wil ik helemaal daar vast houden. Ja. Maar, ja, die is echt in stijl. En door. Ja, ik knik niet op zwaaien.
Goedemorgen. Goedemorgen. Dan ik handballen, jongen. Mooi, hè? Hey. Die staat achter. Kijk eens. Zo. We hebben het bij. Thank you.
Gaan jullie foto? Thank you.
nacht. Ik zijn er wel eentje weg met Piet. Anders zie je dat ik wil kan met Piet. Deze keer ontbijt. Ja. Hij heeft deze keer wel een jaartje opgeslagen, omdat de kans was. Het is uitzonderlijk, hè? Ja. Ja, lekker daar. Ging erom, Piet. Ja, dat is wel een goede weg. Ja, ja. Mijn cola. Wat? Ja, hè? Is dat hier? Hè? Heb ik het even gedeeld? Ja. 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 Nee, dat ook. Heel soepel, handig is het niet. Maar ja, we moeten maar nog een. De jongens zitten toen, doen, we zijn even nog met 20. Vooruit rijden. Kun je erin, Chris? Je zal het er eigenlijk wel op moeten vouwen, denk ik. Geen open dak, hè? Dadelijk wel. Ja, dan moet je het anders ook. Maar ik ben hier gewoon een keer op, hè? Ja, sta ik niet vergeten. Als het een goeie is, dan weet ik niet. Ja, nou, ik moet zeggen, hij is al meer dan 20 euro. Ik kan die stoel daar. Wat te dicht is, is altijd. Gaat goed. Is hij voor jou al? Ja. Gaat er eens samen buiten hangen. Zo. Ja.
Ja. Komen ze aan onze wandelaars. Geef ze een hartelijk applaus als ze zo meteen hier zijn. Oh! Yeah!
grond steken, dan gaan ze uit. Wat ben ik trots op jullie. Echt een geweldige prestatie weer. Ik vind dit een groot applaus waard. Welkom in het bijzonder jullie natuurlijk, wandelaars, begeleidende fietsers, verzorgers, familieleden, vrienden en belangstellenden. Ook een woord van welkom aan Dolf Warris van de gemeente Os. Huub, Gerrit, Brecht, Chris, jullie hebben het vuur ontstoken hier. Het vuur dat jullie vannacht ontvingen, even na 00:30. Het bevrijdingsvuur in Wageningen. En toen begon jullie tocht hier naar huis. Een bewogen tocht. Samen. En ik wil ook nadrukkelijk zeggen, samen. We hebben echt, ik heb het geluk gehad dat ik 20 kilometer met jullie mee heb mogen wandelen. En we hebben... En het viel mij op dat we echt met elkaar mooie gesprekken gevoerd hebben. Ook lol gehad natuurlijk. Echt, het was geweldig. Het heeft op mij en ik denk op jullie ook diepe indruk gemaakt. Het vuur dat jullie hebben meegenomen is het symbool voor leven en vrijheid. Meer dan ooit actueel. Graag geef ik nu het woord aan Dolf Warris. Dankjewel. Supergoed, jullie zijn er weer. En wat heel erg mooi is, het was wel heel symbolisch. Gisteravond waren we hier natuurlijk om te herdenken. Er waren ook veel van jullie erbij. En het regende maar. En Wageningen kwamen aan en het regende maar. En iedereen zat onder plu. Behalve jullie natuurlijk, jullie stonden in de regen te wachten tot je eindelijk kon starten. Veel mee, gelukkig. En het werd gewoon droog bij de start. En dat was een prachtig symbolisch begin van een... Hele mooie tocht die ieder jaar weer plaatsvindt vanuit Wageningen, ook richting Bergen. Om het vuur, het bevrijdingsvuur van de dag van vandaag, omdat we vandaag Bevrijdingsdag vieren. Om dat hier weer naar Bergen te brengen, zodat we ook in onze gemeente van Os hier in Bergen aanwezig is, het bevrijdingsvuur. Dus dank daarvoor dat het vuur hier gebracht is. Het hele mooie thema ook van dit jaar, namelijk dat de echte oorlog... ontstaat als je mensen niet meer bij hun naam noemt, maar bij een nummer. Of bij een groep. Als je zegt, dat zijn de Joden. Dat zijn de vluchtelingen. Dat zijn de vreemdelingen. Als je mensen zo gaat noemen, dan gaat het mis. Dan ga je mensen ontmenselijken. Want ieder mens heeft een eigen naam. Dus dat is wat dit vandaag over gaat. Noem de mens bij zijn naam, want dan pas gaat hij leven. Noem niet bij de groep, of wat hij doet, of van wie die familie is, of welke buurman het is. Noem hem bij een naam, respecteer die mens, menselijk kijken naar mensen en probeer mensen niet te ontmenselijken. Dat is het mooie thema van vandaag. En jullie hebben die dag geweldig gestart, hier in Bergen. Het bevrijdingsvuur is er. Dank jullie wel, groot respect. En we gaan gewoon weer oefenen, zodat we volgend jaar ook weer kunnen. Dus welkom terug. Dankjewel, Dolf. Als laatste geef ik nu graag het woord aan Peter van Ekelen, bestuurslid van Stichting Bergen tegen Kanker. Dankjewel, Petra. Namens de Stichting Bergen tegen Kanker mag ik jullie allemaal toespreken hier vandaag. En ik ben heel erg trots op iedereen die hier staat. Wat een geweldige prestatie hebben jullie geleverd. En toch zeker toen we op social media al die regen voorbij zagen komen en die grote plassen daar in Wageningen dachten, nou, als dat maar goed afloopt. Maar jullie hebben het toch nog heel goed gehad met het weer en fantastisch voor elkaar gekregen om allemaal samen hier te zijn. Trots zijn we erop.
Speciale dank wil ik daarom uitspreken naar de commissie die dit georganiseerd heeft. Petra van de Ven en Ans van den Burgt en Huub van Hoogstraten natuurlijk. En uiteraard wil ik ook wethouder Warris bedanken voor zijn mooie woorden hier vandaag. Die gelukkig nu in de zonneschijn staat in plaats van in de regen zoals het gisteren was. Dus het weer is met ons. Vroeger werd het in estafette vorm gelopen. En zo'n 12 jaar geleden heb ik me laten vertellen, heeft Huub van Hoogstraat het weer opgepakt en gezegd, we gaan er een mooie wandeltocht van maken. En dat doen we nog steeds met z'n allen. Dankzij ook de inzet van Huub is het nu zo'n hele mooie 40 kilometer wandeltocht geworden. En voor sommigen, heb ik begrepen, is het zelfs nog een beetje oefening nu voor de vierdaagse straks in Nijmegen. Dus, nou. We hebben elk jaar tussen de 40 en 60 deelnemers, zo ook dit jaar weer. En dat is toch wel iets om trots op te zijn. Hè? Dit is echt iets waarin een klein dorp heel groot kan zijn. Iets heel moois voor Berchem. Het vuur wat jullie hebben meegebracht en hier is aangestoken, symboliseert de bevrijding van Nederland en draagt bij aan de boodschap van vrede en vrijheid. We koesteren deze dag niet alleen de vrijheid als stichting Berchem tegen kanker, maar ook onze gezondheid. Dat mag ook gezegd worden. En als stichting Berchem tegen kanker denken we ook aan familie en vrienden die deze mooie dag niet in volle gezondheid kunnen meemaken. Ook daar denken wij aan en daar staan we bij stil met z'n allen. De Stichting Berchem tegen kanker vraagt daar altijd aandacht voor. Om het ook voor die mensen draaglijker te maken. En ik denk dat jullie aller inzet en de aanwezigheid hier daar ook weer een steentje aan bijdraagt. Dat we elkaar kunnen versterken en kunnen steunen. Ons motto is niet voor niks. We blijven voor elkaar zorgen. En nu is het tijd om voor jullie zelf te gaan zorgen. Er staat een hele mooie lunch klaar bij de Merks in zaal 3 voor jullie allemaal die gelopen hebben. Voor onze lopers en voor de mensen die erbij zijn, familieleden, kennissen, vrienden, is daar ook nog koffie voor jullie beschikbaar in zaal 3. En voor degenen die een andere richting uit willen lopen, ook de bergplaats is open. En daar is ook nog een gratis bakje koffie met cake voor iedereen die hier aanwezig is beschikbaar. Wordt daar geserveerd. Nogmaals, Stichting Berchem tegen kanker wens iedereen een hele mooie zondag, een heel mooi jaar. En ik wil afsluiten met zorg voor elkaar en geniet met elkaar. Dankjewel. Dankjewel, Peter. Nou, ik hoef dus helemaal niks meer te zeggen. Peter heeft allemaal al gezegd. Lekker wandel even naar de Merks en we zien elkaar daar en dan sluiten we gezamenlijk af. Dankjewel en tot volgend jaar. Hoe was de tocht onderweg? Hoe hebben jullie het ervaren? We zijn als groep vertrokken en we hebben de hele nacht als groep ook verder gelopen. Ja, wat ontzettend fijn was, we hadden een heel leuk tempo en we hebben er echt samen van genoten. Ja, het was helemaal goed. We waren met een iets kleinere groep als normaal, om het zo maar te zeggen. Maar het had wel het samenlopen meer bij elkaar. We hebben echt met z'n allen gelopen. En ja, we hebben het mooiste, heel mooi weer gehad. Dus het was zonder meer een mooie tocht. Ja, heel erg mooi. Ja, ja echt. Ja. Ja, en waar gaat het om, hè? Om de saamhorigheid. Je gaat ook steeds met andere mensen. Yes. Dus je wist heel vaak van wandelpartner. En wij keken gisteren tv, maar dan zie je eigenlijk wat vrijheid betekent. Voor jullie ook, voor ons allemaal. Zeker. Ja, dan ga je toch met een andere lading dan handelen. Juist. Ja. En dan praat je echt, ook weg. Maar we hebben echt met z'n allen hebben we er echt van genoten. Hè? Heel gezellig. Ja. Dankjewel. Superleuk. Ja? Nou, zoals altijd, het is ieder jaar een andere belevenis.